Een enorme ravage. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn twee Utrechters om het leven gekomen en een derde raakte zwaar gewond. Het gaat om drie mannen van 22 die kort daarvoor hadden ingebroken bij een telefoonwinkel in Krefeld, net over de Duitse grens. Met een rotgang reden ze over de Duitse autobaan richting de grens met Nederland toen het misging. Van de auto is weinig over. Vermoedelijk raakte Audi door de hoge snelheid van de autobaan. Het voertuig ramt de vangrail en een boom, slaat over de kop en komt 3 meter lager in een greppel tot stilstand. De drie Utrechters worden uit de auto geslingerd. De politie weet dan nog niet wie de slachtoffers zijn. Er is een gestolen voertuig met gestolen kenzijnen onderweg geweest. En 3 bisher onbekende mensen zijn bij het ongeval schwer verletst worden. 2 daarvan gestorven. Het waren waarschijnlijk täter die kort tevoren in Krefeld een blitzeinbruch begangen hadden. Die inbraak vindt kort voor het ongeluk plaats bij deze telefoonwinkel in het Duitse Krefeld. Er is ingebroken en de Utrechters zijn er met een grote hoeveelheid mobiele telefoons vandoor gegaan. Ja, per telefoon had mich der Wachschutz angerufen, dass ein Einbruch stattgefunden hat. Und aufgrund dessen heb ik mich fertig gemacht und bin von Dortmund aus hier nach Krefeld gekommen. En daar ziet hij dat het magazijn van de winkel is leeggeroofd. In het autowrak vindt de politie deze telefoons terug, samen met inbrekersgereedschap. En bij politiebureau Paardenveld in Utrecht staat verslaggever Rob van Dijk. Rob, we zagen net die enorme ravage. Het duurde dan ook wel even voordat we doorhadden dat dat 3 Utrechters waren. Ja, het ongeluk was zondagavond laat, eigenlijk maandagmorgen vroeg. En vandaag werd pas bekend dat het om 3 Utrechters ging. Nou, dat heeft natuurlijk te maken dat 2 van de slachtoffers meteen dood waren. 1 van hen ligt in het ziekenhuis, is niet aanspreekbaar. En de auto waarin ze reden was gestolen. De kentekenplaten ook. Kortom, de Duitse politie had geen idee wie het waren. In de tussentijd in Utrecht raakte de familie bezorgd, want waar bleven hun familieleden? Nou, uiteindelijk hebben zij contact opgenomen met de politie hier in Utrecht achter me. En zo is het balletje gaan rollen en zo werd de identiteit van deze 3 slachtoffers bekend. Ja, en weet je nog meer over die mannen? Ja, 22 jaar oud zijn ze alle 3 dus, uit Utrecht afkomstig. En op onze redactie kregen we wat tips binnen dat het mogelijk om mannen uit de wijk Kanaleiland gaat. Nou, het staat dus vast dat deze 3 een inbraak hebben gepleegd, maar dat type inbraak komt daar vaker voor, hè? Want er is zelfs sprake van een Audi-bende. Ja, het gebeurt regelmatig in het grensgebied dat er vanuit Nederland een hele snelle auto de grens overgaat. Bijvoorbeeld als zo'n Audi die hierbij is gebruikt. Razendsnel rijden ze over de snelweg, plegen ergens een ramkraak of een overval, stappen weer in die auto en gaan er met hoge snelheid vandoor. Vorig jaar was het nog een flinke achtervolging voor de Duitse politie. Die ging helemaal door het Ruhrgebied heen. En op het moment dat de Duitse agenten deze mannen probeerden te arresteren, glipten ze net de grens over en waren ze dus gevlogen. Maar even over die auto, hè? Want het zag eruit als een gewone stationwagen, maar dat is het niet, hè? Nee, je zou zeggen het is een gewone gezinsauto. Qua plekken is er ook ruimte genoeg, maar het zit hem vooral onder de motorkap. Er zitten motoren in die je juist kunt vergelijken met bijvoorbeeld sportwagens. Dit geval 450 pk, auto's die met gemak 250 km per uur halen. En ja, als je daar de achtervolging op moet inzetten, is het lastig om ze bij te houden. Nou, het zijn dus ook geen kleine jongens. Wat zegt de politie in Nederland? Nou, de landelijke eenheid heeft deze mensen al een lange tijd onder de loep. De ramkrakers, zeg maar. Tot voor kort hadden we ook een piek in ons land. Er waren veel ramkraken. Maar daar is een landelijke eenheid opgezet, een speciaal team. En sindsdien is het rustiger in Nederland. En wat er wordt aangegeven is dat het eigenlijk op lijkt dat deze criminelen nu in Duitsland toeslaan. En sinds dat gebeurt is er ook veelvuldig contact tussen de Duitse en de Nederlandse politie. Er wordt informatie uitgewisseld over hoe deze mensen te werk gaan, maar vooral ook over wie er verdacht zijn in Nederland. Of op het moment dat de Duitse politie Nederlanders ziet die mogelijk verdacht zijn, wordt er meteen contact opgenomen met Nederland, zodat ze uiteindelijk deze mensen zo snel mogelijk kunnen pakken natuurlijk. Oké, dankjewel Rob.